De infanterie verplaatst zich tegenwoordig met panzerrupsvoertuigen. En die kunnen zelfs rivieren en kanalen oversteken, waarbij de rupsbanden dan als schoepen fungeren. Wanneer zo'n voertuig in het water in moeilijkheden komt, dan kunnen commandant en infanteristen er vrij gemakkelijk uitkomen. Maar voor de chauffeur in zijn aparte nauwe plaats is dat moeilijker. Daarom draagt hij een speciale reddingsuitrusting, waarmee hij in het zwembad van de legerplaats Oerschot leert omgaan. Zodra, als jij ingeademd hebt en je houdt je adem in, dan kan je rustig in de cabine blijven zitten. Je mondstuk in je mond, dat geeft niks zolang als je adem erin houdt. De reddingsuitrusting bestaat uit een opblaasbaar vest, een zuurstoffles en een fles met een chemische substantie waarin de afgewerkte zuurstof weer voor inademing geschikt wordt gemaakt. Toch gaan de chauffeurs met lood in de schoenen het water in. Mondstuk plaatsen, adem inhouden. Mondstuk plaatsen, adem inhouden, neusklem plaatsen. Dan plaats je met twee handen je neusklem en dan zeg ik, kraantje open, uitademen. En op dat moment blaas je alle lucht die je hebt, blaas je in je vest. En dan ga je rustig door met ademhalen. En nou zijn de jongelui, die komen daarna met spastische bewegingen naar boven omdat ze geen lucht meer krijgen. Als je geen lucht hebt, kan je niet ademen. En dan krijg je benauwd onder water. Inademen. Uitademen. Kant vasthouden met twee handen. En dan ga je zo weer in het water dat je neus en je mond in het water zijn en die twee kroephoeks van je boven water zodat je me kan horen. Zakken, met je gezicht in het water. Blijf op die rand staan. Niet zenuwachtig worden, nergens voor nodig. Adem in, niet te veel, klein beetje. Nou gaat goed, hè? Je weet nou hoe je het moet doen. Ach, lieve hemel. Waarom nou dat mondstuk weer uit je mond? Dat is slikken op zich. Ja, dat geeft niet. Dan kan je dan maar een mondstuk in je mond ook. Toen je baby was, hè, lag je de hele tijd aan je tepel van je moeder te zuigen. En dan moest je niks anders dan slikken, maar dan haalde je steeds die tepel niet uit je mond. Toen bleef je doorzuigen. Kan je nou toch ook doen? Oké, in de cabine gekomen. Alle vier kraantjes dichtdraaien van de flesjes. Kraantje aan het mondstuk dicht. Neusklem af en mondstuk uit de mond. En nu met het mondstuk boven water het vest ontluchten. Hou boven water, hè, dat mondstuk. En dan wordt de cabine naar het diepe deel van het bad getrokken. Ja, trek door, trek door. Dat gebeurt om de werkelijkheid zoveel mogelijk na te bootsen. Vervolgens worden de luiken gesloten, omdat dat in de realiteit bij de oversteek van een rivier ook het geval is. Uit deze situatie moeten de chauffeurs zich nu zien te redden. Uitademen en rustig doorgaan met ademhalen. Ja, rustig blijven, dat is het belangrijkste. En dat wordt de mensen hier terdege ingeprent. Opdat ze, als de nood werkelijk aan de man komt, niet in paniek raken en zich uit een gezonken voertuig toch nog weten te redden.